geweldig, hè? Levende geschiedenis in de studio. Dag, baas. Dat vond ik trouwens het beste interview dat je dit seizoen al gedaan hebt. Echt? Fantastisch. Ja, fantastisch. Zo'n man, ook, ik kijk er ook al jaren naar op. Ik vind het zo blij dat hij hier is. Ik hoop dat hij straks zich ook goed amuseert. Ja. Zeg, Axel. Levende legende van dit ogenblik. Wat heb je uitgesproken vandaag? Ik ga weinig op voorhand zeggen, Marcel. Het filmpje spreekt voor zich. Ik ben paarden gaan melken. Ik had zo al iets gehoord vorige donderdag, ja. Kijk hoe. In knokken zit een chocolatier en dat is er zeker een David Maanhout. En die kerel die maakt heel speciaal praline. Praline met augurken, chili en met paardenmelk. En ik ga hier een literje paardenmelk halen. Paardenlikeur. Top, hè? Dag mevrouw. Goedemorgen. Hoe is het ermee? Goed. Axel, ik heb een literje paardenmelk nodig. Dat is geen probleem, dat het hebben wij. Het schijnt dat dat hier staat. Oké, fantastisch. Ah, oh, die moeten nog gemolken worden. Dan heb je levende verse melk. Hè. Ah, dus aan u de eer. Hoppa. Dag, Axel Peele van Trouwens. Philippus. Hoe is het ermee? Goed. Goed. Je gaat dat paard echt melken? Is dat zoals een koe? Zoals een koe? Bijna, ja. Maar een paard heeft toch geen buier? Ja. Kijk, ik zie daar geen spenen aan. Dus een paard heeft 2 spenen, een koe heeft er maar 4. Heeft een veel grotere eier. Een koe heeft zo'n zak erop. Ja. Een paard heeft zo geen grote eier, dus die heeft ook zoveel geen melk. Flip, hoe gaat dat in zijn werk? Want bij een koe weet ik dat ze zo doen, maar bij een paard... Bij een paard is het bij de hond, dat is al een beetje hetzelfde. Want hij is een beetje een voorspel aan jullie thuis. Anders heb je niks. Dan heb ik thuis een keertje koeien. Ah, mijn vrouw, bij je vrouw wilde zeggen. Ah, ja. Oké, goed. En dan wordt een voorspel. En dan moet je er een beetje mispringen, nee? Ja. Totdat het een beetje opvalt. Geef die daar zo'n voorspel voor in? Ja, voor jou maar haat die toch? Voor jou maar haat die toch? Anders moet hij dat ook een proberen, nee, man. Ja, dat voelt slecht, hè? Ja. Ah, zeg dat, zeg. Bijna al een beetje voorkomen. Ja. Strijken, rijpen en strijken. Rijpen en strijken. Nog veel oefening nodig, hè? Ja. Ik hou er niet van over. Het is waar we zijn. Zeg, maar wat is nu het wezenlijk verschil tussen koeienmelk en paardenmelk? Koeienmelk dat kennen we allemaal natuurlijk, maar paardenmelk. In deze plaats zit in paardenmelk een natuurlijk antibioticum. Dat wist ik niet. Maar dat zijn een gezonde praline dat we ervan gaan maken. David, ik heb eerder paardenmelk. Ja. Maar ik kwam hier binnen en ik zag, er zijn praline met name dat ik nog nooit van heb gehoord. Ja, klopt. Dat is bijvoorbeeld met zeezout, met cardamom. Met zeezout? Ja. Deze of wat? Ja, daar zit de zeezout in. Kan niet slecht zijn. Mag ik eens proeven? Ja, natuurlijk. Sorry. Onder andere met de gin tonic, zonder alcohol ook. Goed, man. Fantastisch. Maar hoe doe je dat nu met je paardenmelk? Hoe begin je eraan? Wel, we gaan de melk koken. Ja. Dan je neemt stukjes chocolade. En daar maakt je dus je saus? De ganache. Ja. Ah ja, de wat? Ganache. De paardenmelk mag bij de chocolade. Oh, riekt dat, jong. Hop. Hop. Ja, ietsje dikker, ietsje terug. Voilà. Vind ik spannend thuis, hè. Ik zit hier aan het kloten, jongen. Ja, ik ga misschien ook wel laten geven. Kijk, maar kun je toch nog dat stuk gaan dat afgewerkt is? Dat wordt nu gesneden met de gitaar. Noem ze een gitaar? Dat is een gitaar. Och, het is nu wel, zeg. Dat gaat nu een smal rechthoekje zien. Alright, perfect. Zo, ja. En hoe raakt dat blokje in een praline? Amai, dat plakt. Cool. Kusnamen, kloten, vlieg. Schitterend, en wat moet er nu gebeuren? Nu moet je die logotjes op de praline leggen. Ja? Oké. Okay. Het is fantastisch, hè? Schitterend, hè? Mag je daar sowieso een proeven, zo in dat juiste nummer? Voilà, dat is dan de afgewerkte praline.
Dat zijn goede pralines, man. Dank u. En geproefd op oude melk. Voilà. Dat is fantastisch. Ik heb het filmpje toch zien krijgt water in mijn mond. Ik heb een hele middag met water in mijn mond gezeten. Echt ongelooflijk. Maar nu hetgeen wat ik niet wist, dat het ten eerste natuurlijk antibioticum in de paardenmelk zit, dat wist ik niet. Ten tweede, een praline, de vulling van de praline. Je hebt dus eerst de vulling en dan doen ze de praline er rond. Het is niet eerst de praline en dan de vulling erin. Nee, dat wist ik niet. Ah, voilà. Voilà. Dat is toch weer iets dat je het geleerd. Marcel, wat heb jij in uw hand, beste vriend? Ik heb iets... Oh, maar dat is heel mooi. En ze kunnen dat thuis niet zien. Dat is toch jammer, hè? Nee, ik wil het omdraaien als verrassing natuurlijk. Ik heb dit van de chocolatier meegekregen, David. Oh. Wanted, Dead or Alive. Heel mooi. Met Axel Peelman. Met Marcel van Tilt. Maar... Axel Peelman en nog iemand? En ja, geweldig. Ik zou niet direct kunnen zeggen wie dat is, maar Marcel van Tilt en voilà. Ik. Fantastisch. Ieder 2000 euro waard. Dat was dus een cadeauke voor u. Oh, alsjeblieft. Je mag hem een beetje in stukken doen na de show en dan allemaal een stuk chocolade. Ik zal die samen met Simon Vinken ook oproken. Absoluut. Axel Peelman, tot morgen. Axel Peelman, klein applausje. Geweldig. Naast mij zit natuurlijk de regisseur van Ben X, een Belgische film die nu werkelijk aan een wereldcarrière bezig is. Maar deze bestezelfde man die gaat deze zondag ook het volledige klimaat redden op het klein strand van Oostende. Moet ik meer zeggen? Nick Balthazar.